Hij is groot en wit, maar dat zijn al die meeuwen ook, dus het maakt het niet heel makkelijk. Nou, wij zijn op zoek naar een witte valk. Die is kwijt. Die is vanaf de show van Blankendaal is die vertrokken door een aanval van een paar meeuwen. Dus we zijn nu eigenlijk gewoon op de goede oude verrekijker en de tips van mensen zijn we aan het zoeken of er misschien iemand hem gevonden of gezien heeft. Hij kan overal zitten. We bellen hem nog altijd. Wat ben je nu aan het doen? Ik ben nu aan het loer draaien. De valken kunnen heel erg goed zien en dit spelletje kent hij ook heel goed. Maar we moeten hem net even visueel in het beeld hebben. En dat is nog een beetje de uitdaging vandaag. Het is alleen heel moeilijk, want in grote lijnen lijkt hij heel erg op een buizerd. Vooral een hele witte kop, heel bleek. En als hij vliegt, dan heeft hij hele spitse vleugels. En een buizerd heeft meer een soort vingers. Dat is een schat van een beest, hij is eerder een beetje banger. Dus het is echt geen gevaarlijke vogel voor mensen of dieren, hondjes, katten, echt niet. Nee. Nou, hoeveel tijd heeft hij? Nou, het is een roofvogel. Hij kan natuurlijk zichzelf gewoon leren jagen en eens een keer een eend pakken en daar weer een hele week op gaan teren. Het instinct kan wel inkikken, maar het zal voor hem en voor ons wel een stuk makkelijker zijn om gewoon ja, toch het eten te pakken wat wij hem bieden, want dat is toch wat hij gewend is. We gaan verder op zoek. We blijven hier rondrijden en als iemand een melding doorgeeft op Facebook, dan racen we daar weer naartoe. En zo hopen we hem vandaag nog binnen te krijgen.